Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik heb namelijk besteld bij Shein. En ik heb daar wel eens eerder wat besteld. Dat was een jurkje en een broekje. Alleen ik wilde eventjes Shein goed uittesten voor jullie ook. En voor mezelf natuurlijk. En ik heb daar gewoon een heleboel jurkjes en rokken besteld. En die gaan we samen eventjes bekijken. Dus heb je zin in deze video, doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Alle items van Shein komen in zo'n verpakking. Dus dat is wel echt netjes. Het is echt gewoon een plastic zakje met een soort van ziplock bovenkantje. En voordat ik begin met uitpakken. Ik heb qua maat gekeken naar de maattabelletjes die erbij stonden. Als je op een maat klikt op Shein, krijg je daaronder alle maten. Dus ik heb van tevoren eventjes al mijn maten opgemeten, even opgeschreven. En dan kan ik elke keer bekijken wat ik, welke maat ik nodig heb, zeg maar. Ik heb me daar ook echt aan gehouden. Dus of dat helemaal gaat werken, weet ik niet. Maar we gaan het gewoon zien. Als eerste pak ik dit leuke rokje uit. En dat is dit rokje. Hij ziet er wel goed uit. Ik heb hiervan al een kort broekje vorig jaar besteld. Die zal ik anders eventjes laten zien. Kijk, dit is het broekje. Die vind ik zelf heel leuk. Alleen ik vind het ook wel leuk om in deze print een rokje te hebben. Want dat vind ik wel leuk voor het stappen en zo. En hij heeft dus stiek aan de bovenkant. En aan de onderkant heeft hij twee van die ruffels. Ik weet niet of dit model dat je rok mij goed gaat staan. Maar daar komen we zo meteen wel achter. Dus dan ga ik hem eventjes aandoen voor jullie. Ik ben heel benieuwd naar deze. De kwaliteit voelt wel gewoon prima aan. Eigenlijk gewoon hetzelfde stofje als dat broekje wat ik vorig jaar besteld had. Nou, ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk nog niet eens zo heel erg meer staan. Ik weet alleen niet of dat ik het echt flatterend vind, die ruffels aan de onderkant. Maar op zich, ja, misschien moet ik er eventjes aan wennen. Ik denk dat ik het wel leuk vind. En het heeft dus gewoon touwtjes. Deze kun je niet aanrijgen of zo, hoor. Maar je kun je dus gewoon lekker een knoopje inleggen. Voor een extra touch. En eigenlijk ja, prima qua lengte. Voor een kort rokje is het qua lengte eigenlijk best wel prima. Ja. Ik ben eigenlijk wel blij verrast. Ik had het denk ik niet helemaal verwacht. Maar... En deze was... Even kijken hoor. Deze was 12 euro. Nou, ik bedoel... Dan kun je het er niet versukkelen. Heel leuk. En dan zou ik hem inderdaad ook wel met een zwarte basic of zo dragen. Deze heeft een leuk pofmoutje bijvoorbeeld. Dat vind ik dan wel een leuk effect. Maar ja. Dan het volgende wat ik uit de tas haal. Is deze mooie groene jurk. En hij heeft kleine bloemetjes op de jurk. Ik vind die kleur echt heel mooi, dat groen. Alleen hij ziet er echt heel groot uit. Maar misschien dat het meevalt. Ik hoop het. De kwaliteit voelt prima aan. Het is een beetje een synthetisch stofje. Ja, volgens mij is echt alles bij Shein 100% polyester. Maar het is wel... Het is niet echt een zweetstof. Dus dat is wel eigenlijk wel chill. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe deze gaat staan. Deze heeft ook echt van die leuke pofmoutjes. Dus let's see. Nou, ik weet niet wat ik van deze vind. Qua lengte is hij prima. Het printje vind ik leuk. De kleur vind ik leuk. Alleen die mouwtjes. En dit vind ik zo... Wacht. Ja, ik wil ze eigenlijk zo dragen. Dat kan al niet eigenlijk. Ze vallen de hele tijd van mijn schouder af. Maar ik vind dit ook zo hoog. Die hals is hoog en zo recht. En dan aan de achterkant heeft hij van dat stiek. Nou, dat heb ik op zich niet heel erg nodig, want hier heb ik echt heel veel ruimte. Ik was hier eigenlijk wel het meest excited over. Maar goed, ja, valt een beetje tegen. En op zich kunnen ze ook wel zo, een beetje off the shoulder. Dat zou ik eerder dragen, want iets anders blijft niet zitten. Maar ja... Misschien is het zo wel cute. Wat vinden jullie? Dan, next. Weer een jurkje. Oh, en volgens mij geen polyester.
Ik zal eens even kijken gelijk. Nou, dit is niet 100% polyester. Het is 65% polyester en 35% katoen. Dit is het jurkje. Ja, je ziet het natuurlijk zo niet helemaal goed. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Het is een beetje van dat verbrande oranje. Een beetje donkerder. Oh nee! Er zit een gat in. Nee. Echt, het lijkt wel. Nou. Kijk nou, er zit gewoon hier zo op de naad. Het is niet goed gestikt, denk ik. Het is gewoon een gat op mijn schouder. Ja, dat is dan de achterkant van mijn schouder. Oh, dat vind ik echt jammer. Want ik denk echt dat deze heel mooi gaat staan. Maar goed. Ik ga gewoon eventjes door en dan kijk ik wel eventjes of dat ik het zelf op kan lossen. En anders ga ik eventjes kijken hoe ik kan retourneren. Want dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed. De kleur is dus heel mooi. En ik vind die vlekjes die erop zitten ook wel heel erg leuk. Alleen ik moet echt even kijken of dat ik dit dus kan oplossen. En of dat die überhaupt leuk staat. Maar goed, dat gaan we dus nu zien. Nou, ik vind echt het modelletje echt heel mooi. Ik vind de kleur ook heel leuk. Maar ja, dit is dus wel echt kut. Misschien dat ik het nog wel vast kan steken hoor. Want ik vind het voor de rest echt wel een leuk modelletje. En dit materiaal is echt super zacht. Het kreukt wel, zoals je ziet. Maar ja, ik vind dit echt wel heel leuk voor in de zomer. Leuk kleurtje. Je kan deze helemaal omhoog doen zoals ik nu heb. Maar je kan ook lekker wat knoopjes losmaken. En de lengte vind ik prima. Ik heb hieronder zelfs een broekje en die zie je niet. Dus dat vind ik ook wel chill. Gewoon net de lengte. Dus ja, ik ben hier wel heel tevreden over. Alleen dat gat vind ik echt zwaar kloten. Dus ik ga kijken of dat ik dit kan fixen. Misschien dat het eventjes met naald en draad even vastgezet kan worden. Maar ja, als je iets nieuws koopt en er zit al een gat in, dan denk ik al van... Oh. Maar goed, het is wel... Oh, deze was toch wel 17 euro. Ik denk dat dat komt omdat hier dus katoen doorheen zit. En dan in vergelijking met de rest dan. En 17 euro is alsnog niet veel. Maar ja. Ja, je weet dus ook niet wat ik over moet zeggen. Ik ga gewoon even proberen te fixen. En dan kijk ik. Dan heb ik een hele mooie rok. En deze kleur is zo mooi. Oh my god. Het zit een beetje tussen bruin en oranje in. En hij heeft allemaal van die zwarte vlekjes. Echt heel mooi. Oh shit, maar dit gaat veel te groot zijn ook. Of niet? Oh wacht, misschien valt het mee. Ik zet trouwens alle maten en zo die ik gekozen heb eventjes hieronder neer. Samen met mijn maat die ik normaal gesproken draag. Dus maat 46. Die zet ik ook eventjes onder. En eventjes mijn maten van mijn heupen, van mijn taille en van mijn buste, zeg maar. Dan kun je ook een beetje vergelijken. Kwaliteit voelt ook goed aan. Hij is ook netjes afgewerkt aan de onderkant. Want ik zag op de site al wel rokken die echt gewoon niet afgewerkt waren. Maar deze is gewoon mooi naar binnen gestikt. Qua stofje is het eigenlijk ook wel gewoon een heel mooi stofje. Zou je ook gewoon bij de Zara of zo kunnen kopen hoor, dit. Maar goed. Ik kan heel enthousiast zijn, alleen als het niet mooi staat. We gaan het eens even proberen. Oh, dit vind ik jammer. Dit is echt net niet. Hij is hier echt veel te groot in mijn taille. Maar qua modelletje voor de rest vind ik het eigenlijk best leuk. Alleen misschien als dit zeg maar... Een soort van stiek was geweest. Want ik kan ook geen maatje kleiner aangezien hier. Ik hier wel die ruimte nodig heb, zeg maar. Als hier stiekem of zo in had gezeten, dan had dit nog best wel mooi gestaan, denk ik. De lengte komt ongeveer tot mijn scheenbeen. Ja, dat zie je zo niet goed. Ja, zo zie je het een beetje. Het is echt zo'n mooie midi-rok. Zo'n satijnen mooie midi-rok. Maar ja, het is echt wel heel erg veel te groot. Echt zonde. En even kijken hoor. En deze was 13 euro. En die had ik besteld in een maat 3XL. Maar goed, wat ik al zei, ik zet het allemaal eventjes hier beneden ook. Echt zonde. Ik vind de kleur ook echt fantastisch namelijk. Ik had mezelf hier al helemaal in rond zien paraderen. Maar ja,
Dan heb ik, als het goed is, nog zo'n soortzelfde rok. In deze lichte kleur met zwarte stipjes erop. Alleen, ik vind deze stof echt niet zo heel erg mooi. Tenminste, de stof zelf is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als die vorige. Alleen, ja, de kleur is niet helemaal helder. Het lijkt net alsof die zwarte stipjes, zeg maar, een beetje donker achterlaten op die lichtere stof. Zodat het een beetje volwassen stof al lijkt, zeg maar. Alsof dat zwarte al in die wittige kleur is gekomen. Maar goed. Misschien staat hij wel heel mooi. Kijk aan de onderkant. Deze rok is ook helemaal mooi afgewerkt. Maar goed. We gaan het zien. Ik weet niet wat ik hier heel enthousiast van word. Nou, dit is dus die... Nou, ik vind deze dus echt niet mooi. Deze is ook, zoals die andere rok, gewoon veel te groot in de taille. Dit materiaal is ook echt niet zo lekker als die oranje die ik net aan had, hoor. Maar, ja... Wat moet je hiermee? Ik vind de kleur ook gewoon echt, als ik hem aan heb, ook niet mooi. Ja, dat had ik van tevoren al natuurlijk, maar... Nee. Deze was 1 euro duur, deze was 14 euro. En die heb ik in de maat 3XL. Oh ja, ook. Dan heb ik nog een jurkje. En dit is een wit jurkje met heel klein panterprint. En dit is een overslagjurk. Meestal zijn die bij de boobies, zeg maar, heel erg open. Dus ja, we gaan eventjes kijken hoe dat staat. Hij heeft ook pofmoutjes. En aan de onderkant kun je, zeg maar, die moutjes strikken. Dus dat vind ik ook wel een heel leuk effect. Het materiaal. Het zal weer wel 100% polyester zijn, denk ik. Ja, 100% polyester. Maar dit stofje is niet zo zacht als die groene die ik er straks aan had. Maar goed. Wat deze wel heeft, is dat die onderkant, zeg maar, gewoon gelokt is en niet eventjes naar binnen gestikt. Dus ik laat even zien wat ik bedoel. Dit bedoel ik, zeg maar, dat je gelijk al gestikt is en niet dat het even naar binnen gevouwen is. We gaan gewoon weer zien hoe het aanstaat op zich. De stofjes qua kwaliteit zijn op zich wel prima, maar ik weet niet of ik dit, zeg maar, in de winkel zou pakken qua materiaal. Maar we gaan eens even zien hoe het staat. Nou, ik moet zeggen dat deze eigenlijk best goed zit ook bij de borsten. Het is eigenlijk best wel een net jurkje. Mooie lengte ook. Ik weet alleen niet omdat deze kleur me helemaal goed staat. Het is een beetje beige-achtig met bruin. Maar misschien word ik hier wel een beetje bleekjes van. Het is dus echt zo'n overslagmodelletje. En je kunt die thuisjes dus gewoon lekker strikken. Hoe strak of hoe niet strak je het wil. Het enige probleem wat ik ook ervaar, is dat de voorkant heel de tijd naar voren wil vallen. Dus mijn schoudernaden die hier op mijn schouder horen te zitten, zitten heel vaak hiervoor. Daar ben ik ook niet zo'n mega fan van, maar is nog wat overzien, want dat zie je bijna niet. Misschien ben ik wel heel kritisch hoor, maar ik wil gewoon dat mijn kleding goed zit. Ik heb best veel kleding, dus als ik dan kleding aanschaf, wil ik dat het gewoon goed zit, net zoals de rest. Dus ja. Deze was 16 euro en deze draag ik in een 3XL. En als laatste nog een jurkje waar ik echt hele goede hoop voor heb. Ja, dit vind ik leuk. Dit is echt een leuk printje. Het is een bloemenprintje met een beetje rood, roze, geel en blauw. Hele mooie kleuren samen. En ook niet too much in your face. Want meestal is mijn bloemenjurken dat het zo heftig is. Ja, ik weet niet. Bloemenprinten en ik ga meestal niet heel goed samen. Maar deze vind ik wel mooi. En dit is, zeg maar, zo'n overslag effect zonder dat het een overslag is. Het heeft een stiek in de taille. En dan met zo'n... Oeps. En dan met zo'n overslag. En hier zit zelfs nog een drukknoopje. Ja, ja. Dus ik denk dat dit wel heel leuk zal zijn. Ik hoop alleen niet dat hij aan de bovenkant te groot zal zijn. Meestal als ik een maat groter voor de onderkant wil, wordt hij aan de bovenkant wel groot. Maar we shall see. Nou, less best zullen we maar zeggen, denk ik. Ik vind deze jurk echt super leuk.
aan de onderkant heeft hij ook zo'n extra plooitje, zeg maar. Waardat hij iets uitloopt, alleen wel gewoon nog subtiel. Dus dat het niet helemaal zo gaat staan. Lengte vind ik echt helemaal leuk. Gewoon een lekker kort jurkje die niet te kort is, want dat is echt heel vaak. Ik vind wel dat hij iets of wat ruim valt hier. Maar ik vind het nog wel kunnen. Even kijken hoor, welke maat ik deze had. Deze had, heb ik in 3XL en die had ik denk ik wel in een 2XL kunnen nemen. Maar op zich vind ik dit ook wel prima. En meestal doe ik er nog een riempje op, dus dan kan ik dat overige stof toch nog wel een klein beetje hieronder douwen. Kijk, dat doe ik dus altijd zo. Dan pak ik gewoon een riem, die doe ik om. Zo. En dan stop ik dit een beetje onder die riem. Dan lijkt hij net even iets smaller aan de onderkant, of aan de bovenkant, zeg maar. Dat ik hem dan, die extra stof hieronder heb gestopt. En deze was 15 euro en die draag ik in 3XL. Inderdaad, wat ik net zei, omdat ik een maatje kleiner kon. Ja, dit vind ik wel heel leuk. Ja, mijn eindoordeel. Wat gaan we daarvan maken? Ja. Eigenlijk vind ik ze qua pasvorm niet echt heel goed. Misschien komt dat ook omdat ik sommige dingen wel echt te groot heb gekocht. Terwijl ik toch aan die dingetjes aan gehouden heb. Aan die maatabel, zeg maar. Ja. Eigenlijk de enige twee items waar ik echt tevreden over ben zijn dit jurkje. En dat is de rokje. Dus dat zijn twee van de 7 items. Ja. Aan de ene kant denk ik van, als ik bij de H&M heel veel kleding bestel, hou ik soms ook maar 1 of 2 dingen. Dus aan die kant denk ik van ja, misschien is het ook wel gewoon inderdaad qua maatvoering en zo eventjes kijken hoe en wat. Aan de andere kant, ja, de stofjes vind ik ook niet altijd je van het. Ik vind het lastig. Ik denk dat ik Shein voor de prijs-kwaliteit verhouding, want je moet natuurlijk ook wel rekening houden met de prijs. Die zijn echt, ja, een soort van Primark prijzen. Dus als je echt iets leuks ziet op Shein, zou je het eventueel kunnen bestellen. Je moet echt goed de reviews lezen die eronder staan. Een soort van AliExpress-achtige prijzen en stoffen zijn het ook echt wel. En op AliExpress moet je ook echt altijd naar de reviews kijken. Dus doe dat echt, dat het smal valt, of dat het op maat valt, of dat het echt heel groot valt. En echt goed naar die maatabellen kijken. Want ja, bij de Primark kun je van alles passen. Dan zijn de pasvormen soms ook moi. Meestal wel goed, vind ik. Maar je kunt daar alles in de paskamer passen. Hier kun je niks passen. Dus je moet echt eventjes goed kijken. Als je echt een heel leuk item ziet, zou ik zeggen van, nou, probeer het eens een keer. Ik zou niet, zoals ik, gewoon 7 items tegelijk bestellen. Want ik weet niet hoe het met de retour kosten en alles zit. Dan ga ik eventjes uitzoeken voor jullie ook. En voor mezelf. En die zal ik met het editen eventjes achter deze clips plakken. Zodat je een beetje een idee hebt hoeveel het gaat kosten om te retourneren. En of het makkelijk gaat of niet. Ik zou, denk ik, Shein dan als cijfer een 6 geven. Terwijl ik de Primark, zeg maar, om te vergelijken, echt altijd best wel hoog heb staan. Maar daar pak ik ook echt, weet ik veel, 8 items mee. Die pas ik. En dan gaan er ook waarschijnlijk maar 2 of zo mee. Dus het is even lastig. Ik weet gewoon eventjes niet hoe of wat. Ik denk, want het is best wel lastig om voor een grote maat echt trendy items te vinden. Vooral ook een beetje van die leuke bloemenjurkjes, kortere. Een satijnen rok en dat soort dingetjes. Die ik echt wel nu ook besteld heb. Ja, dat kun je eigenlijk bijna nooit vinden in een grote maat op normale reguliere websites. Maar voor jurkjes en zo zou ik toch misschien dan eerder bij New Look kijken. New Look Curves. Die verkoopt ze ook bij Zalando. En ik vind bij Zalando hebben ze eigenlijk ook best wel betaalbare grotere matenmerkjes. En die zijn ook echt best wel jong. Dus misschien zou ik dan gewoon helemaal Shein inderdaad achterwege laten. Ja, ik zeg al, of je moet echt iets geweldigs tegenkomen. Maar ja, ik heb een beetje mixed feelings. Doe ermee wat je wilt.
Ik zal zo meteen nog eventjes de retourkosten en de retourvoorwaarden en zo eventjes hier achterna plakken. Dan weten jullie dat ook. En ik ook. En dan, ja. Sluit ik deze video af met gemengde gevoelens. Maar goed, de volgende keer heb ik weer een shoplog van iets anders. En dan ben ik misschien weer wel helemaal enthousiast. Meestal ben ik enthousiast, maar ja, als het gewoon de kwaliteit niet goed is of iets, dan word ik gewoon iets minder enthousiast. Maar goed. Ik zie jullie de volgende keer weer in ieder geval. Doei doei!